Ondanks kritiek op met name het aanspreken van de saldi-reserves van de gemeente en het ontbreken van een definitieve verklaring van de accountant, is de stadsrekening over het jaar 2017 onder voorbehoud unaniem aanvaard. De Nijmeegse gemeenteraad debatteerde woensdagavond over het dossier. Daarbij bleef het bij milde kritiek. Het was vooral de VVD die niet blij was met het aanspreken van de eigen reserves. Fractievoorzitter Inge van Dijk zei, waar de VVD zich het meest zorgen over maakt, is de vermogenspositie van Nijmegen en de omvang van de leningenportefeuille. Ook de provincie Gelderland en de accountant hebben hier zorgen over. In vergelijking met andere gemeentes is onze vermogenspositie aan de lage kant.